Dus het is gewoon genieten om je gratis te kunnen kijken naar zo'n top orkest. Dat is heel leuk. Je hebt echt, ja, volgens mij 30 mensen in de zaal. En het is een hele intieme sfeer. Ik babbel tussendoor. En... Cadenza van Penderecki, kun je daar nog iets over vertellen? Ja, het is een hele sterke stuk ook om te spelen eigenlijk. Daarna ben je helemaal op. Alle stukken van het eerste deel van de 20e eeuw en ook een beetje later zijn, hebben toch wel wat... Ja, donkere toon. Het is een van mijn lievelingsstukken eigenlijk. En je kan het heel lang nog doorgronden en onderzoeken. Ja, het gaat nog zeker veranderen, denk ik, in mijn hoofd in de loop van mijn leven. Is het bij jullie thuis ook allemaal heel dramatisch? Want de Zemtsov disease is dat iedereen een altviool speelt. Hoe is het bij jullie thuis dan? Ja, nee, eigenlijk is het helemaal niet zo dramatisch. Nee, we hebben net een hondje. En het is heel leuk. Kom maar kijken. Nou, waar we ook naar hebben zitten kijken, is dat op jouw alt zit een wat ander staartstuk dan gewoon. Kun je daar iets meer over vertellen? Dit is een nieuwe alt die ik heb gekregen van de NMF. Hij is wel heel mooi. En ik mocht hem zelf uitkiezen. Ik vond hem eigenlijk fantastisch. Ik hou heel erg van diepe, donkere klank bij alt. Door die lange C-snaar die deze staartstuk creëert... Ja, is er meer vibratie en zijn de ubertonen hoger en krijg je meer diepte. Dus hij klinkt ineens heel anders en precies wat ik zocht eigenlijk. Dus ja, ik ben heel blij. We beginnen vanavond om 8:30 met een programma wat ik heb samengesteld met alleen maar originele big band composities van de grootste Nederlandse big band componisten uit onze geschiedenis en van nu. En dat doen wij met Rick Mol op trompet, Ben Vergelder op alt en Jasper Blom op tenorsaxofoon als gastsolisten. De band zelf bestaat uit 18 muzikanten en dan dus nog 3 gastlisten erbij. Voor iedereen die hier kijkt en denkt, ik wil bandleider worden, wat moet je daarvoor doen? Ik denk wel dat je een bepaald soort lef nodig hebt om zo'n band te hebben die wij nu hebben. Want toen ik deze band oprichtte, toen heb ik zeg maar al mijn vrienden gevraagd en die mensen die speelden ze stukken beter dan ik. In eerste instantie was het wel eventjes aanpoten om zeg maar, mijn lef bij elkaar te schrapen om te kunnen zeggen tegen hele goede muzikanten van zo en zo moet het. Zoals je waarschijnlijk weet, het thema van dit jaar is het Grachtenfestival Amsterdam ondersteboven. Wanneer was jij voor het laatst ondersteboven? Ja, vorige week was ik nog naar een jam-sessie geweest en daar zag ik een hele coole jazzdrummer waar ik ontzettend fan van ben. En ja, die heeft me op die avond heeft me wel redelijk ondersteboven kunnen brengen met zijn spel. Ja. Zeker. Waarom ben je er? Ja? Ja. Ik zag je ook genieten. Ja. Wat zit je me daar te storen? Nou, ik hou erg van big band jazz, dus ik dacht, daar gaan we eens even lekker naar luisteren. En u heeft tot nu toe geen spijt ervan? Helemaal niet, nee, het is prima band. Ja, klinkt hartstikke goed. Ik kom net langslopen, helemaal onverwacht. En het is best een leuk optreden, dus jou hoor. Een groot surprise concert eigenlijk voor jou. Ja, zeker. Ik loop hier wel vaker een rondje. Maar nu met muziek erbij. Misschien de boot op over de grachten? Heel romantisch, maar nee, voor mij niet.
discussieert het beter met de muziek? Wat zeg je? Ja, zeker. Heel goed. We hebben het over vrouwen. Oh, wat wil je weten? Wat wil je weten? Nou, dat, nee, ik hoef niks te weten. Nee. Maar dat is ook een heel mooi optreden ook van deze big band. En twee mensen eruit die heb ik al eens eerder ontmoet, zoals Donald Simon op tweede alt. En Jasper van Dam op eerste alt. En Jasper Blom is natuurlijk ook een zeer bekende tenorsaxofonist. Dus het is gewoon genieten om hier gratis te kunnen kijken naar zo'n top orkest bij het Grachtenfestival. Dus u bent een echte kenner eigenlijk, als ik het zo hoor? Ja, ik speel zelf tenorsax. Ja, het is een mooie ambiance. Het is mooi dat het midden in de stad toch zo kalm kan zijn met die muziek. Dat je toch nog gestoord wordt tijdens het luisteren. Ja, ook dat nog. Dat, maar dat neem ik op de koop toe, joh.